Zowel het proces als de logistiek rondom de huidige coronatesten zijn zeer complex en tijdrovend. Er worden in grote getale testen afgenomen die vervolgens op een andere locatie worden geanalyseerd. Hierdoor is de uitslag nu tussen de 24 en 48 uur bekend. TNO heeft een nieuwe, snellere testmethode ontwikkeld, gebaseerd op de LAMP-methode. Deze test vereist minder bewerkingsstappen dan de huidige PCR-methode en kan lokaal worden afgenomen en geanalyseerd. Daardoor is de uitslag van de test al binnen 45 minuten mogelijk. De test werkt als volgt. De monsters uit de neus- en keelholte worden in een reageerbuis geplaatst. Vervolgens wordt er een speciale buffer aan toegevoegd en wordt het kortstondig verhit, waardoor het virus inactief wordt. Aan het geïnactiveerde monster worden magnetische bolletjes toegevoegd. Het genetisch materiaal van het virus, het RNA, bindt zich aan de magnetische deeltjes en kan met een magneet worden gevangen. Vervolgens kan het RNA snel worden gedetecteerd. Mensen kunnen dus gewoon op de uitslag wachten voordat ze bijvoorbeeld verder reizen. De nieuwe testmethode heeft bovendien als voordelen dat deze minstens de helft voordeliger is dan de bestaande testmethode. En dat we minder afhankelijk zijn van schaarse materialen zoals enzymen en reagentia uit het buitenland. TNO werkt samen met RIVM, DSM, LUMC, UMCG en GGD Amsterdam om de methode en het gehele werkproces rond de test versneld klinisch te valideren. Dat is de innovatiekracht van TNO. Samen tegen corona.